Hallo allemaal, jullie hebben net gezien hoe de omslagdoek is. En nou, hier heb ik hem. Hij is af, het is echt geen moeilijke... Nou, het is eigenlijk geen omslagdoek, het is eigenlijk meer een sjaal gewoon. We gaan hem maken. Hij is niet moeilijk, het is alleen maar als je stokjes kunt, dan kun je deze sjaal maken. En nou, ik heb hem voor het eerst, rapapa, iedereen kent ze al, maar ik heb voor het eerst gebruikt de promobollen van de Zeeman. En ja, ik wilde het ook wel eens weten. Dit was een nieuwe bol en dit heb ik er nog van over. Nou, ik denk misschien net 100 gram of net niet. Dus 2 bollen heb je wel nodig. Of een promobol. Hoe vond ik dit haken? Ja, eigenlijk heel erg fijn. Het is ietsje dunner, heb ik het idee, dan gewone Royal. Maar er zit 600 meter op of zo. Het is echt... 650 meter voor 300 gram. Nou, ik vond het erg lekker haken. En ik heb deze sjaal ermee gehaakt. En ik heb nog... Ik denk dat 1 bol is over. Dus, nou, daar kan je dan misschien nog een muts van haken. Nou, ik ga hem jullie uitleggen, de sjaal. En het is een sjaal die tot aan een punt loopt. En je meerdert steeds, ja, steeds verder. Dus helemaal niks moeilijks aan. We gaan beginnen. En ik begin met een opzetlusje en dan 4 lossen. En ik had het opgeschreven, dat is wel handig als ik dat er even bij pak. Ik begin met 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Ik heb trouwens met de promo en haaknaald 5 heb ik gehaakt. En... want omdat hij wat dunner is, vond ik dat wel... 4 vind ik dan... Ja, 4 gebruik ik gewoon niet zo graag. En ja, 5 was prima. Haak je er graag dat je lekker los wil, doe 6 of 5,5. Maar het is een hele losse doek. Dus met 5 is het ook prima te doen. Oké, 4 lossen. Dan doe je een stokje in de allereerste losse. Dan doe je 2 lossen. Dan doe je een stokje. Een losse. En een stokje. Dat is toer 1. Dan doe je 4. Moet ik even kijken hoor. 4 lossen. Dan doe je 2 stokjes in het eerste stokje van de vorige ronde. Dus je gaat meerdere. Dus dat is 1. 2. Dan doe je 2 lossen. En dan gaan we in deze 2, gaan we, ja, ik noem het maar gewoon een mini schelpje maken. En dat is een stokje. 1 losse en een stokje. Dan doen we 2 keer lossen. Draai je werk. En nu vraag ik me af of jullie het eigenlijk wel heel fijn kunnen zien. Zo, als achtergrond er maar. Ja, dat is niet zo slim, hè? Zo, even vast dat wol eruit trekken. Want nu op het laatst, dan krijg je een beetje dat het... ik trek altijd van binnen uit en nou gaat het een beetje moeilijker. Zo, oké, dat was die. Dan beginnen we weer met de schelp en dat gaat gewoon continu zo door. Dus nu doe je hierin, doe je de schelp maken van een stokje, een losse en een stokje. Dan doe je 2 lossen en dan gaan we van die 1 naar 2, gaan we naar 3. En dan moet ik even duidelijk zijn dat je meerdert. Dat kan ik wel even laten zien aan deze. Maar dan moet ik niet in het midden laten zien. Kijk, de kant waar het schelpje is gemaakt, daar heb ik gemeerderd. En dan doe je elke rij alleen aan die kant. Anders krijg je dus dat je dus aan 2 kanten gaat meerderen. Dan wordt een heel ander soort doek. Dus ik heb 2 lossen gedaan en dan ga ik dus in het eerste stokje meerderen. Dus daar doe ik er 2 in. En dan doe ik er gewoon 1 in de volgende. En dan ben ik van 2 naar 3 gegaan. Nu doe ik 1 losse. En dan sla ik hier de eerste losse over. En dan ga ik in de tweede. Maar dan ga ik er niet meteen het eerste lusje. Kijk, dan ga je aan het lusje trekken. Maar ik doe hem daar dan onder. Zodat er 2. Dan trek je die niet uit. En dan doe ik een stokje. Zo. Nou, dat was die toer weer. Dan doen we weer 4 lossen. 4 en een haar. 4 lossen. En dat is dus 3 lossen is een stokje. En 1 is het dit tussenstukje. Dus ik draai mijn werk. En dan ga ik meteen een stokje maken in de eerste. En een stokje in de tweede. En nou kom ik dus aan degene, of bij degene die aan de kant van het schelpje zit. En die moet ik meerderen. Dus dan doe ik er 2 in de laatste. Nou, en dan weer 2 lossen. En dan maak ik mijn schelpje weer hier tussenin. Tussen de 2 stokjes van de vorige rij. En dan doe ik weer een stokje, een losse en een stokje. En dan weer 2 keer lossen. Nou, en dan weer een schelpje. Mijn mini schelpje. En daarna doen we weer 2 lossen. Ja, dat is wel raar. Dat had ik wel bij die prombollen. Kijk, kun je dat zo goed zien? Nou, goed niet. Maar je ziet wel een zwarte... Nou, het lijkt eigenlijk een haar of een draad. Dat had ik wel veel. Dat ik... en ik heb geen zwart haar. Nou ja, niet. En... nee. Dus het was een beetje raar. Maar dat zit in het garen zit dat. Kijk, aan de kant afknappen. Dan zie je het hier ook zitten. En dat kom ik wel veel tegen. Maar ook zoals hier. Ja, ik vind het niet erg hoor. Maar zoals hier zie je rood. Logisch, dat zit allemaal in de verf en zo. Dus ik vind het ook allemaal niet erg. Maar oké, die zwarte haren. Beetje vreemd. 2 lossen heb ik gedaan. Ga nou eens even serieus wat doen, Mirella. 2 lossen en dan ga ik hier weer aan de schelpkant ga ik weer meerdere. Nou, en dit gaat constant meerdere. En ja, het gaat eigenlijk zo super snel. Haak je dit weg hoor. Dat zul je wel zien als je ermee aan de gang bent. Want je bent nu aan het meerdere, dus het gaat wel steeds langer duren zo'n toer. Maar nog gaat het heel snel. En ja, zie je gewoon snel resultaat en daar hou ik van. Even kijken, meerdere. En dan... Nee, niet meerdere. Van 4 naar 5. Dan eindig je weer met 1 losse. Ik sla hier de eerste over en ik doe een stokje in de volgende. Nou, dan doe ik weer 4. 1, 2, 3, 4. En dan in het eerste stokje. In de tweede. In de derde. In de vierde. En dan gaan we meerdere in de laatste. Dus daar doen we er 2 in. Dan doen we weer 2 lossen. En dan gaan we ons schelpje weer doen. Los, of een stokje, een losse en een stokje. Nou, dat was dat. Nu doen we alsof we zo lang hebben doorgehaakt tot we 75 centimeter hebben. Zoveel heb ik gedaan. En geloof me, dan kan je hem lekker dubbel omslaan. Want het is natuurlijk een sjaal. Waarom zeg ik dan omslagdoek? Maar ja, ik maak normaal altijd omslagdoeken. Sjaal is eigenlijk niet veel. Dus, nou en dan kun je hem dus lekker met de punten weer naar voren lekker omslaan. Dus 75 centimeter. Bij mij waren dat ongeveer 55 rijen. Stokjes. Maar hou je daar niet aan vast, want de promo is denk ik anders dan Royal of Rachel. Of, dus hou je daar niet aan vast, hou gewoon aan 75 centimeter. Als je dat doet, dan zit je gewoon altijd goed. 75 centimeter haak je met meerderingen. Nou, dan ga je dus op een gegeven moment ben je in het midden beland. En ik zet even mijn mobiel op stil, want mijn dochter krijgt opeens het idee om mij te appen. En daar heb ik nu geen tijd voor. Dus nu krijg je dan op een gegeven moment, ben je in het midden beland, heb je die 75 centimeter gehad. En dan gaan we eigenlijk gewoon, niet meer meerderen, maar gewoon recht elk stokje een stokje bovenop zetten. Dus we blijven wel die schelp, blijven we gewoon doen. Die twee losse doen we ook. Nou, en dan ga je gewoon, zijn er dan natuurlijk veel meer stokjes, maar dan ga je gewoon op elk stokje, ga je een stokje zetten. Dus niet meer meerdere, dat haakt ook lekker weg. Dat doen we allemaal niet. Gewoon op elk stokje een stokje. En dan de laatste niet vergeten. En daarna eindig je weer met een losse. En in de tweede een stokje. Zo. Nou, dat ga je dus ook. Dus niet meer meerdere ga je ook gewoon mee door. Tot je, let op, noteer het. 50 centimeter hebt gedaan. 50 centimeter is ongeveer, heb je ongeveer, dan, dat is gewoon mooi. Van 75 en dan ga je naar 50. Nou, en dan gaan we, daarna gaan we minderen. Wat een technieken krijgen we in zo'n klein lapje, hè? Kijk, nou, we draaien hem weer. Nou, minderen doen we natuurlijk aan dezelfde kant als waar we gemeerderd hebben. Dus hier gebeurt nog niks. Hier doe ik gewoon mijn stokje. Mijn stokje. Ik kan het blijven zeggen, maar dat klinkt een beetje raar. Nog één stokje. En dan moet je dan weer voorstellen dat ik die hele rij heb gehad. En bij de laatste twee ga je minderen. Nou, en hoe minder je? Je slaat je draad om en steekt hem in, haalt de draad mee terug, slaat de draad om en dan door twee. En dan heb je eigenlijk voor de helft je stokje. Je doet de draad weer omslaan en gaat naar de volgende. Je neemt de draad mee terug. Je slaat de draad om en weer door twee. Dan heb je dus twee halve stokjes. Je slaat je draad om en je gaat door drie. En zo heb je twee stokjes samengehaakt. Nou, dan doe je gewoon weer twee losse en ons mini schelpje weer. Dan doe ik weer twee losse en dan weer een schelpje. Dan doe ik weer twee losse en dan ga ik meteen weer verder met minderen. Dus dan pak ik de eerste twee. Kijk, en raak niet in verwarring omdat je hier denkt, oh, dit zijn al twee stokjes, hè, want die hebben we samengehaakt. Dus we kijken hier bovenop, deze twee gaan we samenhaken. Ik zal het nog een keer voordoen. Omslaan en dan in de eerste de draad mee terug. Omslaan, door twee. Omslaan naar de volgende. Draad mee terug. Omslaan, door twee. Omslaan, door drie. Heb je weer twee stokjes samengehaakt. En dan doe je een stokje. Een stokje. En een stokje. Eén keer of één losse. En dan in de tweede. En daar zit ik nu niet in. Kom. En dan doen we weer 1, 2... 3 en 4. Keer mijn werkje weer. En doen we het eerste stokje. Hier gebeurt niks aan deze kant. Tweede stokje. En dan zie ik de laatste twee ga ik weer samenhaken. Dus omslaan. Draad mee terug. Omslaan door 2. Draad omslaan. Draad mee terug. Omslaan door 2. Omslaan door 3. Twee lossen, met draad trekken, mini schelp en dan weer twee keer lossen, een schelp, twee lossen, dan ga ik weer omslaan, draad terug, omslaan door 2, omslaan in de volgende, draad mee terug, omslaan door 2, omslaan door 3. En dan moet ik er nog eentje, dat heb ik natuurlijk niet vergeten. Nou, dan zijn we bijna bij het eind van deze doek. Eén, 2, 3, 4. Nou, nu heb ik er nog 2 en daar maak ik dus 1 van. Zo. En dan 2. En dan weer mijn schelpje. Zo. Dan zal ik even laten zien, dan even bijpakken. Dat was deze kant, geloof ik. Nou, dat is ook wel knap dat je helemaal het verschil niet ziet. Kijk, zie ik weer zo'n stuk haar. Nou, het is niet geen haar. Tenminste, dat hoop ik niet dat het een haar is van de fabriek of zo. Zit aan me. Dus, nou, nu moet ik dus... nou, op de kop is ook niet handig. Zo. Kijk, nu heb ik dus van die 2... Die heb ik 1 gemaakt. En dan komt er nog 1. Dus eigenlijk, ja... Nou, ik ga het gewoon doen. Ik kan het uitleggen. Ik ga het gewoon doen. Hier doen we weer 2 keer lossen. Dan doen we een schelp. En lossen. Zo, dat is mijn schelp. Dan doe ik hier 1. Even kijken hoor, doe ik het goed? Ja. 1 stokje doe ik hier bovenop. En dan doe ik nog, ja, moet wel goed uitleggen natuurlijk. En dan doe ik hier nog een stokje. En dit is het. Nou, even kijken of ik het goed doe. Even zien hoor. Ja. Oh nee, ho. Jawel, dat doe ik wel goed. Je doet wel goed. Dan doe ik nog twee, 3, 4. En dan doe ik in de schelp doe ik een stokje, een losse en een stokje. Nou, dan heb je hem dus mooi begonnen en je bent mooi geëindigd. Nu. Nou, dan doe je 2 keer lossen. Je keert. En dan doe je hier tussen 1 vaste. Dan zou je denken meer, maar we doen hier 1 vaste tussen. En daarna doe je overal 2 vaste. En dat is dus aan de kant waar we niet meerderen. Dus niet aan deze kant, die laten we lekker zoals die is, want die is hartstikke mooi. Maar ik vind het dan net even mooier als deze rand ja, iets mooier is afgewerkt. En dat kun je hier zien. Maar vind je het prima, hou het zo lekker. Kijk, zie nou net even iets mooier. Dus, je doet in elk stokje, of eigenlijk ja, op elk stokje, doe je 2... vaste. Nu een beetje losjes. Kunt ook als je daar moeite mee hebt, pak je even een groot haaknaald. Doe hem gewoon losjes. Nou, dan kijk je even of dat niet strak trekt of wat dan ook. Dan moet je gewoon, kan je ook proberen met 3 vaste ertussen. Maar 2 gaat bij mij prima. Dus ik doe er 2. En dan doe je gewoon de hele zijkant. Dat wat best wel een klusje is. Maar ach, je hebt hem ook zo af. Nou, en dat doe je dus helemaal rondom. Nou, dat hoef ik niet tot het einde door te doen. Nou, en dan heb je dus eigenlijk, is je omslagdoek al klaar. Nee, zeg ik weer omslagdoek. Dan is je sjaal is klaar. En Nou, dan zie ik ze allemaal weer op de groep verschijnen. Net als de blokjesdoek. Erg leuk. Ik zie ze allemaal en ik sla alle foto's op. En ja, ik ben echt trots op. Echt waar. En nou, ik hoop jullie weer te zien bij de volgende video. Hieronder staat een link naar mijn Facebookpagina. Kom er gezellig bij. Het is echt zo'n leuke groep. Er is nooit ruzie. En het is altijd gezellig. En je hoeft maar een berichtje te plaatsen. En iedereen helpt je. Dan heb ik ook nog een blogspot. mbymhakenenzo.blogspot.nl. Dan moet ik zeggen dat ik daar niet heel erg actief meer ben. Want dat is meer patronen allemaal uitleggen. En ik heb er gewoon geen tijd voor. Dus, maar ja, er staan nog wat patronen wel uitgelegd. En ik ben ook wel zeker van plan om het weer op te pakken. Dus kijk daar ook eens. Ik heb Instagram. En waarom is Instagram leuk om daarom op te abonneren? Dat is leuk omdat ik daar sneak previews laat zien. Dus als ik met een project bezig ben, en dan laat ik dat zien. Dus dan heb je al een beetje het idee van dat gaat aankomen. En ja, dus, maar ik ben altijd echt met 50 dingen tegelijk bezig. Wie niet? Als erg de haakster. Pff, en dan zie ik dat weer en dat. Nou, ik klets nu weer de oren van jullie hoofd. Dus ik ga stoppen. Maar oké, dat is dus ook leuk. Dat is Mbym Haken Enzo op Instagram. Kom daar ook gezellig bij. En meer heb ik niet meer. Social media. Twitter heb ik niet. Nee, dat was hem zo. Dus doe een duimpje omhoog als je hem leuk vindt. Vind je mijn video niet leuk? Ik hoef geen duimpje omlaag. Verwijder mij gewoon. En tot de volgende keer. En nou, veel plezier ermee. Doei!